Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag. Het is 9 augustus. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Al kan ik je vertellen dat dit niet zo'n hele leuke weekvlog zal gaan worden. Als je de vlog van vorige week hebt gezien, heb je gezien dat er op dinsdag al wat aan de hand was waar ik op dat moment niks over kon en wilde zeggen. En dat heeft zo zijn redenen, maar die hou ik gewoon voor me. Dat ga ik verder niet delen. Ik moest natuurlijk spontaan weg. Het was niet de dag die ik zo had gepland. Mijn opa is namelijk gisteren overleden. En het kwam toch nog vrij onverwachts. Mijn opa die heeft best wel een lange tijd van ziek zijn gekend. En ik heb daar in de vlogs ook eigenlijk nooit wat over verteld. Ik heb wel over hem verteld als hij dan jarig was of als ik bij hem was geweest. Maar dat heb ik eigenlijk de afgelopen tijd ook niet echt meer heel veel gedaan. Het ging eigenlijk al lange tijd niet goed. En ik weet niet of ik dit droog ga houden, nu ik dit ga vertellen. Er zit ook echt een kat in beeld. Het ging eigenlijk al lange tijd niet goed. Hij heeft best wel een lange tijd ook gehad van ziek zijn en dat soort dingen. En ik moet zeggen, hij heeft ons de afgelopen jaren diverse keren verrast met het feit dat je dacht van oei, dit ziet er wel heel ernstig uit en ik weet niet of dat dit goed komt. Dat hij er weer bovenop kwam. Dat hij er weer uitkroop. Dit is best wel een aantal keer gebeurd. Alleen het was nu zodanig zo dat bij hem het klepje wat je gebruikt om te slikken, zeg maar. Als je normaal slikt, dan sluit er een klepje achter je mond. Zodat je veilig kunt slikken. Dat werkte bij mijn opa niet meer. En dat betekende dat hij zich ging verslikken. En dat zorgde bij hem voor longontstekingen. En daar heeft hij de afgelopen tijd best wel vaak voor in het ziekenhuis gelegen. En op een gegeven moment zeiden ze in het ziekenhuis ook. Ja, hè, was een man, ja, toch wel op leeftijd. Als je dit 3 keer in het jaar hebt, dan kunnen we dit wel behandelen. Maar kom je straks 6 keer per jaar, dan kunnen wij er eigenlijk ook niks meer mee. Omdat je continu dan met ontsteking aan een antibiotica moet. Ja, en als dat dan niet weer werkte, dan moest je weer verder gaan kijken. Maar eigenlijk ging het op zich best wel goed. Kwam die er elke keer wel weer uit. Tot eigenlijk in juni. In juni is het echt wel misgegaan. Ik weet nog dat ik toen in juni met de avondvierdaagse weg was. En toen zouden we eigenlijk weer opa op bezoek gaan. Maar toen was hij eigenlijk zo ziek dat hij gewoon liever in bed lag. En ook niet echt de behoefte had om bezoek te krijgen. En dat is prima. Vond het wel heel jammer, want ik had natuurlijk niet heel vaak de mogelijkheid om naar heen te gaan. Maar je begreep het. Toen is hij halverwege juni al in het ziekenhuis beland. Toch weer met longontsteking. Toen is hij uiteindelijk toch weer even thuis geweest. Maar dat heeft maar 1,5 week geduurd. Toen ging het toch weer mis. En het bleek dan toch dat die longontsteking niet voldoende weg was. Toch weer naar het ziekenhuis gegaan. En toen is er eigenlijk vanuit daar besloten om te zeggen van, ga maar even naar een zorghotel. Weet je, dan heb je niet gelijk weer de zorg voor jezelf, dat je thuis op jezelf moet letten. Ga maar even naar een zorghotel. Dat vond hij zelf ook wel fijn. En de bedoeling was dat hij vanuit het zorghotel terug naar huis zou gaan. De eerste 2 weken leek het ook eigenlijk allemaal wel goed te gaan. Ik ben begin juli ben ik nog bij hem geweest. Toen dacht ik, na de Breadrie ben geweest, ben ik bij hem op bezoek gegaan in het ziekenhuis. In eerste instantie zou ik helemaal niet hem gaan zien, want ik zou beneden wachten en daar even wat drinken en zo. Maar uiteindelijk had ik toch wel heel erg de behoefte om hem toch wel eventjes te zien. En heb ik het ook gewoon gedaan. Ondanks dat er wel wat regels waren dat je met niet zoveel mensen op de kamer mocht. Maar ja, toch even hem gezien. En op een gegeven moment gingen wij ook weg en hij werd opgehaald voor een bepaalde foto. Ik heb nog een foto met hem gemaakt ook.
En toen weet ik nog dat hij mijn hand ook pakte en dat ik ook tegen hem zei van, het moet wel weer beter worden, hè? Ik hoop echt wel weer dat je beter wordt, zoiets. En toen zei hij ook wel dat hij het zelf ook hoopte, maar het twijfelde een beetje. En ik had op dat moment wel heel erg het gevoel dat hij afscheid nam van mij. En ja, dat gevoel heb ik ook eigenlijk altijd wel een beetje gehad. Maar goed, hij ging naar het zorghotel en er kwam er weer een filmpje binnen dat hij achter zijn rollator daar in het zorghotel liep. En dan dacht je, god, het ziet er toch wel weer goed uit. Maar eigenlijk ging het daarna heel erg bergafwaarts en eigenlijk wist ik al vanaf het weekend dat het heel slecht ging. En eigenlijk, ja, zondagavond wist ik ook wel van, nou, ik moet me er wel op voorbereiden dat het misschien niet heel lang meer duurt dat hij er nog is. Maar dat je dan gisternacht eigenlijk een telefoontje al krijgt dat het klaar is, die had ik niet zien aankomen. En toen zijn we dus gisteren, toen heb ik een hele slechte nacht gehad. Ik heb 2-3 uurtjes geslapen. Zijn we gisterochtend naar het huis van opa gegaan. Ja, konden we hem ook zien en dat was best wel confronterend. Ik vond het ook best wel eng. Hoe dichter we ook bij het huis kwamen, dat het ook echt wel dat ik me minder lekker begon te voelen. En nou ja, we hebben alles geregeld voor de begrafeniskaarten en wat er allemaal bij komt kijken en de dienst. Rollator weggebracht, spullen opgehaald. Dat vond ik ook heel, heel confronterend, want je komt daar in de ruimte waar die dus ook echt overleden is. En ja, dat vond ik gewoon heel lastig. En deze week, ja, vrijdagavond hebben we het condoleren en zaterdag is de begrafenis. Maar het is veel allemaal, weet je. Het is voor het eerst dat je ook heel van dichtbij meemaakt hoe het is om een begrafenis mee te helpen regelen. Ja, het is allemaal best wel veel. Het is mooi dat je het ook kunt doen met elkaar, dat moet ik wel zeggen. Dat vond ik ook wel heel erg. Ik heb gisteren de envelop geschreven voor de kaarten. En ja, het is mooi dat je het met elkaar kan doen, maar ik vind het nog steeds heel onbevattelijk dat hij er niet meer is, want in mijn hoofd was hij altijd heel erg onsterfelijk. En dat is heel dom, want dat is niemand, maar zo voelde het. Dus dat is er dus aan de hand. En daardoor zal het niet de leukste vlog worden, maar goed. Ik had vandaag al de plan van, nou, ik ga wel eventjes 2 video's opnemen, want ik wilde nog een make-up video opnemen. Ik denk, nou, dat ga ik dus helemaal niet doen. Dat doe ik wel lekker naar volgende week, want mijn hoofd staat er nu niet na. Misschien volgende week ook niet, maar ja, ik moet straks wel nog even een video voor zaterdag opnemen, want ik wil wel gewoon zaterdag een video hebben. En misschien biedt het ook wat afleiding. Wow, dit was heel eng. Waarom gaat deze lamp aan? Ik heb gisteravond even, toen ik thuis kwam, heb ik ook de vlog gewoon afgemaakt. Ik heb de foto's van mijn blogpost bewerkt. Ik heb gewoon even nog lekker televisie gekeken. Mijn Netflix-serie even van Spike. Ik heb mijn boek ook wel uitgelezen. Ik ben even tot mezelf gekomen. Maar ik weet niet in hoeverre deze vlog wordt met veel doen en dat het niet heel leuk gaat worden. Maar goed, dat is het. Ik ga zo eerst even mijn Ajax-shirt in het water zetten, want zaterdagavond spelen ze. En als ik half kan, wil ik daar wel naar kijken in mijn shirt. Die ga ik wel even in het water zetten. Dan ga ik even de woonkamer doen en dan ga ik eventjes de video opnemen voor zaterdag. En ik kijk wel in hoeverre ik jullie deze week denk kan meenemen. Uiteraard begrafenissen zo niet. Condoleren ook niet, maar ik probeer er voor jullie toch nog wel een gezellige vlog van te maken, voor zover dat lukt. Ik ga even mijn Ajax shirt in het water zetten en dan ga ik eventjes hier de boel doen en dan ga ik even video opnemen. Oh,
Alles is klaar. Het huisje is schoon, de woonkamer is schoon, de keuken is schoon. De bakken zijn weer even geschept. Ik heb de video op kunnen nemen. Ik denk wel dat je aan mij gaat merken dat er niet zoveel of minder enthousiasme is als hoe normaal ik enthousiast kan doen op met dit soort video's. Maar ja, ik kan me niet heel blij maken, omdat ik natuurlijk niet blij ben. En je bent nog veel met elkaar aan het appen. Hè, vragen, is dit gelukt, is dat gelukt? Dingen te regelen. Ik moet al mijn kleren ook nog klaarleggen voor, ja, ik heb kleren nodig voor de condoleances en voor de begrafenis. Dat zijn dingen die ga ik morgen allemaal eventjes doen. Het is, dat zijn gewoon even nu de pittige dingen. Maar ja, met z'n allen kom je er ook alweer doorheen en ja, we moeten er gewoon eventjes doorheen. Ik ga nu zometeen in ieder geval nog eventjes relaxen, want dat mis ik ook wel. Ik heb zit niet echt in zo'n moment dat ik heel veel rust voor mezelf pak, omdat ik ook echt maar doorga. Ik merk aan mijn lichamelijk ook dat het gewoon even iets minder gaat. De angsten zijn ook eventjes wat heftiger momenteel. En ik heb ook altijd heel veel de neiging met dit soort dingen. Ik heb dan heel weinig trek in eten, maar ik heb dan ook heel erg de neiging om over te geven. Ik ben veel aan het trillen. Ik had soms ook het moment dat ik niet echt uit mijn woorden kwam. Maar goed, dat hoort gewoon even allemaal bij de stress. En dat is het proces. Vanavond ga ik in ieder geval wel de BNB Vol Liefde kijken en het quizje. Ik vind het wel een leuke quiz, maar ik vind het jammer dat er geen reclame in zit. Want dan kan ik mijn koffie niet maken. En ik ga de vlog uploaden. Ik ga in ieder geval nog even proberen misschien te gamen. Even mijn gedachten verzetten. Ik denk ook voornamelijk dat het belangrijk is dat we nu ook dingen doen waar we ons even fijn bij voelen. En niks is ook gek. Niks moet, alles mag. En ik denk dat ik daar ook meer aan toe probeer te geven nu. Ik ga sowieso wel weer de Lijn Con Loye kijken en Van Spijk. Daarna ga ik even met een nieuw boek beginnen. Ik weet niet hoe lang ik kan lezen, want ik merk dat ik best wel moe ben. Maar dat gaan we wel zien. En ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Goh, ik heb deze vlog, deze dag, heel erg veel gepraat met jullie. Maar het is ook fijn dat ik het nu kan delen. En ja, we zijn een soort van mijn uitlaatklep. Want dat merk je nu wel als je alleen bent. Het is de eerste keer dat ik op mezelf woon, dat je dit meemaakt. En dan, ja, er is niemand met wie je er eigenlijk over kan hebben. Ja, ik heb genoeg mensen met wie ik erover kan praten, familie en zo. Maar ja, dan is er niemand. Maar goed, ik heb heel veel steun aan mijn katten. Goed, ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dus ik ga bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag, het is vandaag donderdag. Het is 10 augustus. Ik ga mezelf eventjes klaarmaken. Gisteravond weer een heleboel gebeurd waar ik verder maar niet over ga praten. Want dat is allemaal een beetje familiair, zeg maar. Hij heeft er wel weer even ingehakt. Maar ja, goed. Dat moeten we even handelen. Ik heb gisteravond... Ik heb gisteravond gekookt. Normaal gesproken eet ik op woensdag patat. Maar dacht, nou, laat ik maar eventjes koken. Het heeft zo lang geduurd voordat ik mijn eten weg had, jongens. Ik had zo weinig trek. Ik was super laat met alles. Ik heb heel laat alles gedaan. Heb ik maar even tussendoor gedaan van BNB Vol Liefde. Daartussendoor heb ik eventjes de afwas gedaan. Want ja, ik had er eigenlijk gewoon weinig zin in. Maar ik dacht, ja, ik doe het maar wel even. Dus ik heb dat gekeken. Ik heb nog eventjes gegamed. Ook even om de gedachten te verzetten. En toen ben ik
Netflix gaan kijken. En van spijt, het was de laatste aflevering. Wat ik wel heel jammer vond bij seizoen 2. Ze hebben een gedeelte, daar wordt Turks gesproken. En wat ik heel erg jammer vond, er zat geen ondertiteling bij. Dus ik had geen idee wat ze vertelden. Dat was wel een beetje vervelend. Maar goed, toen ben ik naar bed gegaan, heb ik een nieuw boek gekozen. Maar ik heb niet heel lang kunnen lezen, want ik merkte toch wel dat ik heel erg moe was. Dus ik heb gewoon een klein beetje gelezen. Dus is er eentje zo wild, die is van alles aan het doen. En nou ja, moet ik zo maar even kijken wat ze aan het doen is. En nu ga ik me klaarmaken. Mijn coach komt zo, het is boodschappendag, maar we gaan ook even naar de IKEA. Dat hadden we eigenlijk al gepland. En mijn coach vroeg van, wil je nog wel naar de IKEA? Ik heb ervoor gekozen om dat wel te doen. Misschien denk je, waarom zou je? Je opa is net overleden. Maar ik denk dat een beetje afleiding ook wel goed is. Want je zit momenteel alleen maar heel erg in jezelf ook. En ik ging voor een doel naar de IKEA. Want mijn doel is, dat had ik al in mijn hoofd. Ik wilde een fotowand maken. Daar wilde ik wat dingen voor halen. Maar dat doel is nu alleen nog maar sterker geworden. Omdat ik zoiets heb van ja... Nu je opa is overleden, wil ik dat ook gewoon snel realiseren. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik denk dat een beetje afleiding ook op zich wel goed is. Want wat ik zeg, je zit heel erg met jezelf nu. Dus dat ga ik wel gewoon doen. Mijn vader zei ook, je moet wel gewoon je dingen blijven doen. Want dat had opa ook gewild. Dus dat gaan we wel gewoon eventjes doen. Dus ik ga jullie daar wel eventjes mee heen nemen. En... ja, dan is het eigenlijk vandaag een beetje de laatste normale dag tot en met zaterdag. Want ja, morgen dan moeten we erheen, want dan wordt de dienst nog doorgesproken en hebben we morgenavond het onderleren. Zaterdag de begrafenis, maar goed. Misschien dat ik jullie later daar nog eventjes wat meer in meeneem, wat de bedoeling is. Ik ga nu even verder met klaarmaken en dan neem ik jullie even mee en dan zie ik jullie als ik weer thuis ben. Even laten zien wat ik heb gedaan met de boodschappen. IKEA was wel leuk hoor. Het was gewoon fijn om er even uit te zijn. En wat ik heb kunnen doen, wat ik wilde halen. Er komt nog een shoplog van online. Maar ik ga even de boodschappen laten zien. En dan ga ik eventjes in de relaxmodus. Want ik vind het beter als ik wel even de tassen pakken. Ik heb snijboontjes gekocht. Ik wil eventjes door de helft doen. Toch maar weer kattenvoer. Ik weet nog nooit of dat ik het red, zeg maar. Frikandellen. Hamlapjes en slavinken. Soepballetjes. En die deed me ook gelijk aan opa denken, want die had die altijd in de koelkast staan. Toetjes. Even een flesje met 7-Up van het huismerk. Deze.
schuimmelk. Dit jurkje nog bij de Zeeman gehaald. Een blauwe. Het is een zomerjurkje. Vond ik heel leuk. Die kun je zo strikken. Uit de sealbak. Een seal was deze. Was in de seal. Zo'n jurkje. Dus die heb ik nog meegenomen. Maar dat ga ik van het weekend allemaal wel eventjes wassen. Want ik heb nog wat dingen. Dat ga ik gewoon zondag doen. Als ik weer thuis kom. Katvoer. Chocomel. Ik moet dus nu bij mijn vader blijven slapen morgenavond. En dat vind ik ook best wel een beetje lastig. Want ja, je wilt eigenlijk gewoon graag naar huis. Omdat je graag bij je katten wil zijn. Maar dat gaat niet. Dus ik heb maar even een blikje chocomel meegenomen. Want ja, daar sta ik altijd mee op. Dan kan ik die even koud zetten. Boontjes. Verse tomatenspul. Aardappelschijfjes en patat. En bij de Lidl hadden ze drie van deze bakken. Dus ik heb drie van deze bakken. Twee grijze en een witte om te organiseren. Die waren nu 3 euro. Ik ga even opruimen. Dan ga ik eventjes nog relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en soepje eten. Vanavond kijk ik gewoon weer het spelletje en een mee vol liefde. Misschien nog even gamen, maar ik wil eigenlijk, ik heb mijn blogpost al geschreven. Ik moet er alleen de foto's nog voor bewerken. En, oh ja, dat heb ik niet meer gehaald, Panadol. Dus dat moet ik doen. En dan ga ik even de like on lawyer kijken. En ik denk even CMC, want van Spijk komt niet meer. Dan ga ik nog even mijn boek lezen. En dan hoor ik later wel weer hoe laat we morgen vertrekken. Ik ga in ieder geval nu morgen eventjes weer zien, want ik ben gewoon nu eventjes heel erg in mijn eigen emotie. En ik trek het nu even gewoon allemaal niet, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is vandaag 11 volgens mij. Ja, het is 11 augustus. Ik heb mezelf net klaargemaakt. Ik ben in moedstijl, want ja, ik heb straks het condoleren, dus ik dacht, ja, je moet ook een beetje kijken wat je dan doet qua make-up. Dus ik heb het allemaal heel zacht gehouden. Ik kreeg van jullie hele lieve complimenten. Ook dat jullie vonden dat mijn make-up toch altijd zo mooi uitzag. Dat vond ik heel lief. Gisteravond was echt heel zwaar. Ik zat er helemaal doorheen. Even alles met elkaar. En ook dat ik het heel lastig vind dat ik vannacht niet thuis ben. Dat ik mijn katten in hun eentje laat. En ik weet wel, katten die kunnen echt wel een nachtje alleen zijn. Maar ik vind het gewoon heel lastig. En ik ben het ook gewoon niet gewend, zeg maar, om ergens anders te slapen. Maar nou ja, het zal wel goed komen. Ik ga ze straks in ieder geval eventjes heel fijn knuffelen. En ze krijgen ook alvast even hun natte brokjes. Dan zorg ik dat er genoeg water in brokken staan. En dan ben ik morgenavond weer lekker bij ze. Gisteravond wel gewoon de BNB vol liefde gekeken en het spelletje. Ik heb nog eventjes een game gespeeld en blabla met schaap gekeken. Toen heb ik de video voor zaterdag al in elkaar gezet en ook al ingepland. Ik heb een blogpost al geschreven, die staat al online. En toen ben ik de Like on Lawyer gaan kijken en CMC. En toen ben ik nog heel even mijn boek gaan lezen. Toen was ik ook eigenlijk zo moe. Toen ben ik bij vrij snel in slaap gevallen. Ik ga zo ook nog even een aspirintje nemen. Want ja, vandaag wordt het ook al pittig. Ik ga zometeen even mijn spullen inpakken. Daar ga ik jullie eventjes in meenemen. Want ik vind het deze week best wel lastig om te vloggen. Omdat ik niet zo goed weet van ja, wat moet ik? Weet je, als ik thuis ben is het altijd zo makkelijk. Maar ik ben deze week natuurlijk weinig thuis. Ik bedoel, dinsdag ben ik al een hele dag weg geweest. Vandaag ga ik halverwege de middag weg. Nou, morgen kom ik waarschijnlijk ook pas weer wat later thuis. Dus ja, ik vind het allemaal best wel lastig gewoon. Maar ja, ik probeer jullie in ieder geval gewoon wel mee te nemen met dingen. Maar ja, uiteraard zijn er dingen die je niet vlogt. Maar dat zullen jullie begrijpen. Ja, ik ga even mijn spullen pakken om klaar te maken. En dan zal ik jullie eventjes in meenemen. En dan zie ik jullie nog wel even voordat ik de deur uit ga. Thank you.
dragen. Ik heb dus een zwarte rok tot de knie. Daar heb ik een wit blouse overheen. Afhankelijk van het weer doe ik er een zwart jasje op. Anders dit zwarte dingetje. Maar dat ligt er dus eventjes aan hoe dat allemaal gaat verder. Goedemorgen. Het is welke datum? Zaterdag 12 augustus. Volgens mij zijn de meesten hier nu. Hoe heb je geslapen, Sabine, op de grond? Verschrikkelijk. Zo warm. Ja, het was warm. Klopt, dat vond ik ook. Het was echt heel warm. Ik heb gisteren eigenlijk niet meer gevlogd, want ik zei nog, ik zie jullie nog wel voordat ik de deur uit ga, maar dat is niet meer gelukt, want ik ben echt... het ging even allemaal heel snel, dus dat is allemaal niet meer gelukt. Dus dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. Ik ga zo even sporten. Ik eerst beneden even wat drinken, denk ik. Even afspoelen onder de douche en dan klaarmaken. Want we moeten om 9:15 alweer weg. Ja, heel later. Ik moet 9:15 alweer weg. Gisteravond condoleren gehad. Maar eigenlijk weinig mensen gezien. Ja, weinig mensen. Maar op zich was het ook wel opa het wilde. Dus dat is op zich prima. Ik ga even sporten en... misschien dat ik jullie vandaag nog wel een beetje probeer mee te nemen als we nog wat gaan doen of zo. We mogen vanmiddag een beetje doen wat we willen. Dus we hebben besloten dat we nog wel eventjes erop uit gaan waarschijnlijk. Dus nou, ik zie jullie later. Ik ga eerst even sporten. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Al eventjes hoor. Ik denk al een uurtje en een kwartiertje ongeveer dat ik alweer thuis ben. Ik heb thuis even de katten eten gegeven en eventjes gedoucht. Ik denk dat dit een hele korte vlog ook gaat worden deze week. Omdat ik natuurlijk heel weinig heb gevlogd. Vandaag ook weer super weinig. Het was vanochtend gewoon allemaal zo... sporten, je klaarmaken om naar een begrafenis te gaan. Wij werden om 10:00 verwacht. Om 10:30 begon de dienst. 10:00 werden wij, vanaf 10:00 stond er voor ons dan al was een kopje koffie klaar. En konden we ook gewoon nog eventjes naar opa toe. We waren ook echt, hij heeft de hele week zeg maar bij ons thuis, of bij hem thuis gestaan. Dat was ook een wens van hem. En ik moet wel zeggen, dat is wel heel fijn. Omdat je voor je gevoel nog meer afscheid neemt als dat je het normaal in een aula doet. Dus dat heb ik wel eens heel fijn ervaren. Gisteravond was het eigenlijk allemaal, is het op zich, dan wordt hij uit huis gehaald. En waar je dan op zich best wel bang voor bent, wat ik bijvoorbeeld heel erg had, is het feit dat je heel veel bekijks hebt. Het is gewoon, dat is gewoon in die plaats, is dat gewoon zo toch wel vaak. Sommige mensen houden van sensatie. Gelukkig gebeurde dat allemaal dan niet. Maar ja, goed, weet je, dan wordt bij hem thuis wordt natuurlijk de kist dicht gedaan. En dan weet je gewoon, oké, we hadden toch besloten van, oké, we doen hem toch wel weer open. Dus je weet gewoon, die kist gaat open. En zoals vandaag, als je dan voor het laatst afscheid kan nemen, dan weet je ook gewoon, als die kist gesloten wordt, hij gaat niet meer open. Maar we hebben dat allemaal wel echt ook meegemaakt. Ik heb hem zelfs nog wel aangeraakt, wat ik eerst ook niet van plan was. Dus dat heb ik allemaal ook wel gedaan. En dan heb ik uiteindelijk nog die schroeven eventjes het laatste zetje gegeven. En dan hebben we hem ook zelf zeg maar naar de
plek gereden waar de dienst dan begon. En Natalie heeft uiteindelijk nog gesproken, wat echt heel mooi en ook heel knap was. Ik heb erover nagedacht, maar ik wist dat ik het niet ging kunnen. Want ik heb ook gemerkt dat deze week mijn angsten echt weer volop aanwezig waren. Ik merkte dat ik heel erg aan het trillen was en aan het shaken en aan het beven. Dus ik dacht, dat gaat me niet lukken. Ik had zelfs momenten dat ik gewoon niet meer uit mijn woorden kwam. Nou ja, en dan na de dienst dan is het gewoon begeleiden, zeg maar, naar de plek waar die dan echt begraven wordt. En we waren gisteravond al even over het kerkhof gelopen. En nou ja, goed, dan heb je dat nu. En dan, nou ja, goed, als het dan ook allemaal voorbij is. Maar ik had een grotere opluchting of zo verwacht dan dat er kwam. Ik vond het wel heel fijn van, oké, het is nu al in ieder geval allemaal wel geweest. Dus eigenlijk de regeldingen zijn wel klaar. Ja, het is misschien alleen nog dan eventjes kijken over een aantal weken van, joh, wat wil je nog aan bedankkaartjes doen? Als dat nog gedaan wordt, dat weet ik niet. Daar hebben we het verder nog niet over gehad. Maar ja, dat op zich wel. Nou, toen ja, zijn we vanmiddag nog eventjes, heel eventjes weg geweest. Ja, toen hebben we met z'n allen gegeten. Er is Chinees gehaald en patat en zo. Dus dat was wel heel lekker. En toen zeiden we ook, ja, hoe laat zijn we gaan rijden? Ik weet het niet eens precies. In ieder geval, ik was rond 8 uur weer thuis. En ja, goed, dan ga je eigen ding doen. Ik merkte ook heel erg natuurlijk dat de katten me hebben gemist. En ik, ja, vind het nou ook gewoon wel heel lekker om wel gewoon weer thuis te zijn. Alleen, ik had de vlog of de video ingepland en ik heb donderdagavond die laptop uitgezet en blijkbaar kan dat niet omdat hij dus nog niet helemaal voltooid was en ik dacht dat dat wel doorging, maar dat is dus niet gelukt. Dus vandaar ik had al een berichtje van ja, er loopt geen video online. Ik zeg, oh, dat is niet helemaal goed gegaan, dus die heb ik ook gelijk nu eventjes opgelost. Ik zit nu Ajax te kijken, dat staat 1-1, maar ik zie dat er alweer wat op het veld aan de hand is wat niet zo lekker gaat. Ze spelen in hun nieuwe Ajax shirts die er niet uitzien. Ik moet wel heel... Wow, wat is daar gebeurd? Volgens mij zit er een gat of zo in de goal, als ik het zo zie, want het wordt nu dichtgetaped. Heel bizar allemaal. Ja, zie? Oh, hij gaat het met zo'n tie-rippie dichtmaken. Oké, dat is hard gegaan. Maar goed, ik ga dat even kijken. Dan ga ik straks even de B&B Vol Liefde kijken. En dan ga ik even de vlog voor het grootste gedeelte ja, in elkaar zetten. Maar ja, er valt nu niet zo heel veel aan te doen natuurlijk, want ik heb niet zo heel veel vlogmateriaal. Dan ga ik nog even de Like on Loy kijken en Parels en Zwijnen. Dan ga ik even proberen mijn boek te lezen. Dan ga ik ook denk ik wel lekker slapen. Ik hoop dat ik vannacht nu even weer wat beter slaap. Want ik heb de afgelopen dagen echt ja, zo slecht geslapen. Vannacht ook maar een paar uurtjes. Dus ik denk dat ik ook wel lekker moe ben. Maar goed, dat ga ik eventjes doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. En dan probeer ik jullie weer wat meer mee te nemen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag. Het is vandaag... zondag, het is 13 augustus. Ik zit net even op de bank. Ik zit hier gezellig met Tijgertje. Die zit gezellig naast me. Mickey is een beetje aan het miauwen. Het is hier een bende tot en met. Ja, ik heb eigenlijk donderdag toen ik thuis kwam, toen had ik echt dan zo'n breekmoment. En toen heb ik eigenlijk al niks meer gedaan. Nou ja, toen ben ik natuurlijk vrijdag de deur uit gegaan. Gisteravond weer thuis gekomen. Ik heb wel even mijn spullen opgeruimd. Maar het is verder hier nog best wel een bende. Dus ik wil zo wel even weer wat proberen op te ruimen. Ja, je moet toch ook weer een beetje proberen je dingen op te pakken. Dus het huishouden is nu echt eventjes een bende. Het voelt hier nu gewoon echt even heel vies. Maar ik ga er gewoon zo meteen wel even wat proberen aan te doen. Ja, want het leven gaat dan ook gewoon weer door. Dat is gewoon zo gek. Maar je bent de afgelopen week gewoon best wel geleefd. En zoals dinsdag dan... Ja, dan kom je thuis nadat alles dan, hè, dan heb je eigenlijk dat alles net gebeurd is. En ja, goed, dan heb je toch wel heel erg het gevoel van, nou ja, als het gewoon mee zit, dan kan je vrijdag nog afscheid nemen. Zaterdag, daar waren we dan nog niet helemaal over uit. Ik moet wel zeggen, we hadden wel een hele fijne begrafenisondernemer. Dat was ook iemand die kwam elke dag eventjes bij mijn opa thuis om te kijken of dat het zeg maar ook nog verstandig was om de kist open te laten. Dat heeft natuurlijk ook te maken met weersomstandigheden. Want ja, soms dan heb je ook gewoon dingen. En dan, ja, bedoel met onweer of heel erg hitte. Ja, dan kan iemand heel snel achteruit gaan. Dus deze man die kon echt advies geven van, het is nog goed. Of ja, het is nu toch wel echt beter om het dicht te doen.
Dus dat was wel heel fijn. En nu heb je echt het besef, oh ja, je kan hem nooit meer zien. En dat had je natuurlijk de afgelopen dagen had ik dat niet echt. Omdat ik gewoon eigenlijk wist, ik kan gewoon nog kijken. En dat heb je nu niet meer. Dat zijn wel lastige dingen. Ja, je hebt natuurlijk nog wel een plek nu waar je heen zou kunnen gaan naar een begraafplaats. Maar ik weet ook dat dat waarschijnlijk niet heel vaak gaat gebeuren. Want omdat je ver weg woont en dat je niet heel dichtbij woont. En dan zou je het echt specifiek moeten vragen of ik wil er wel eventjes heen of zo. Maar goed, dat zijn gewoon eventjes de lastige dingen. Ik heb gisteravond wel even Ajax gekeken. Ik bedacht me, ik heb heel mijn Ajax shirt niet aangetrokken. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Maakt het niet uit. Ze hebben even goed wel gewonnen. Uiteindelijk was het een mooie wedstrijd. En ik geloof dat je vanmiddag nog wel wat andere wedstrijden hebt. Maar het was allemaal prima. Ik merk ook dat ik als een blok in slaap ben gevallen. Ik heb nog wel even de vlog voor zover het kon in elkaar gezet. En ik ben nog even verder gegaan met een artikel van Cartrice. Maar toen ben ik de Lion Con Lore gaan kijken. En daar was een zwijn. Toen heb ik even een paar bladzijden van mijn boek gelezen. En toen ben ik ook echt in slaap gevallen. Ik voel me nu op zich wel... Ja, kijk, de vermoeidheid zal de aankomende dagen nog best wel uitkomen hoor. Ik zal nog echt niet gelijk dat ik weer helemaal op en top ben. Want ik heb de afgelopen week gewoon heel weinig geslapen. Maar in ieder geval, ik heb nu wel weer op zich wel een goede nacht gehad. Ik heb hier allemaal van die kleine vliegjes vliegen, dat is ook wat. Dus ja, ik ga zometeen gewoon eerst even goed opruimen hier. Laat ik was er ook nog even wassen. En eerst maar eens even zorgen dat het hier weer een beetje toonbaar is. Ik had voor de katten extra drinken en eten neergezet. Dat kan nu weer weg. Ik ben nu gewoon weer thuis. Ze kunnen nu gewoon op hun eigen plekje weer eten en drinken. Ik was bijvoorbeeld vrijdag ook helemaal vergeten toen ik ging de bak uitscheppen. Maar het is eigenlijk allemaal goed gegaan. Dus ik ga zo gewoon even aan de gang. Ik ga straks wel even foto's maken. Daar zal ik ook even de spullen van laten zien. En dan moet ook die nagellak er eigenlijk nog even af. Want dat ziet er ook niet meer uit. Maar goed, ik ga in ieder geval zo eventjes wat dingetjes doen. En dan ga ik jullie gewoon eventjes weer vandaag meenemen. En dan proberen we het gewoon allemaal weer een beetje op te pakken. Even een rondje benden in huis. Ik heb hier allemaal lege bakjes. Ik kan de blokjes kan ik gewoon eventjes bij de bakjes ingieten. En dan kunnen de bakjes weg bij de afwas. Dan heb ik hier allemaal spullen staan. Die moeten opgeruimd worden. Allemaal lege blikjes die opgeruimd moeten worden. Het is hier echt wel een bende. Veel afwas. Ik heb hier bijvoorbeeld de kaars. Die is van de dienst van gisteren. Die wil ik eventjes eigenlijk een mooi van soort van, hoe heet het, verkopen. En een houdertje. Zodat hij daarin kan. Maar verder is het best wel gewoon een beetje een bende wat echt een beetje opgeruimd moet worden. Dus dat ga ik zo, als ik de groente heb, gaan eerst nog eventjes een beetje doen. Het is in ieder geval iets beter dan dat het was. Het meeste is weer weg. Ja, dat ga ik gewoon allemaal afwassen. De vloer is weer leeg. Ja, dit staat er nog. Ik moet nog even opruimen. Voor de rest is het allemaal wel weer redelijk aan kant. Er zijn even nog de laatste dingen die opgeruimd moeten worden. Maar ik vind het in ieder geval beter dan dat het was. Zo, ik heb even wat spullen gepakt voor de vuilbak. Ik heb hier allereerst een serum voor de... wimpers, dan zouden die wimpers dus langer en voller door worden. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Die ga ik eens eventjes proberen. Dan heb ik hier een lipcare booster. Dit is een lip peeling. Die komt dus uit de lipcare booster van Essence. En ik heb hier een Sunnyside matte bronzing powder. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Dan kan ik die van de week ook eens eventjes gaan testen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo, het meeste is wel weer gedaan. Ik heb wel eventjes een flinke slag geslagen. Ik was net even bezig nog met de was aan het opvouwen die er nog hing. Die hing er ook alweer eventjes. Die was al lang droog. Maar ja, afgelopen week wat ik al zei, weinig gedaan. Dus ik ben al een heel eind. Ik moet nog wel even wat, maar dat komt wel goed. Groente is afgehaald. Ik had even nieuwe batterijtjes in het keukenweegschaaltje gestopt. Want die gaf al aan low battery.
weet niet wanneer ik. Ik had laatst een keer iets dat ik wilde afwegen. Toen heb ik het een beetje op gevoel gedaan. Toen dacht ik, nou, dan zal ik ook even nieuwe batterijen in doen. Er gaan van die platte in en die vind ik altijd een beetje lastig. Ik heb altijd liever gewoon AA of AAA batterijen. Maar goed, die gingen van die platte in. Hij doet het weer. Dus toen kon ik eventjes de snijbonen afwegen. Want ja, dat was een zakje van 400 gram. En dan doe ik 200 om 200 gram. Dat heb ik gedaan. Foto's zijn klaar en ook al geïmporteerd. Ik heb de kaars eventjes in een keukenrolletje gerold. Want wat ik al zei, ik wil daar dus eventjes een kandelaartje voor halen. We moeten even kijken waar ik dat wil doen. Dat weet ik nog niet. Ik heb boven wel eventjes nog wat opgeruimd. Ik heb de IKEA-spullen even naar boven gebracht. Omdat ik allemaal in de douche gezet. Dus dat heb ik even naar boven gebracht. Want dan ga ik er nog wel een shoplog over maken. Maar ik dacht, ja, nu staat het in de weg. Dus nu is het ja, in ieder geval weer wat meer aan kant. Ik heb ook weer even goed stof gezogen en zo. Maar ik wilde jullie nog even wat laten zien. Want dat heb ik van mijn moeder gehad. En dat zijn deze anti-vetdoeken. Deze komen bij de Aldi vandaan. Ik geloof niet dat ze ze standaard hebben. Misschien hebben ze in de folder gestaan. Maar ik heb de folders van vorige week niet gehad. Ze hebben dus een extra sterke schuimstoflaag. En die hebben dus een krachtige werking. En daar kun je, mijn moeder die had haar afzuigkapten mee gedaan. Die heeft zo'n roestvrij staan. Die werd heel mooi. Je krijgt dus 3 van die doeken. Ik weet niet wat ze kosten. Je kunt ze wassen op 60 graden. Ze zijn ideaal om vetspatten en hardnekkig vuil op potten, pannen, fornuizen, tegels, kachels en afzuigkappen te verwijderen. Zonder toevoeging van chemische reinigingsmiddel. Je krijgt het beste resultaat als je de doek lichtvochtig maakt. Dus, nou, ik ben benieuwd. Kan ik wel eens even proberen met tegeltjes? Want die zijn toch altijd, dat is toch altijd een drama. Dus dat kan ik wel eens even proberen. Ik ga nu zometeen nog eventjes lekker in de relax-modus. Want daar ben ik wel eventjes aan toe. Ik heb de ventilator even aanstaan. Ik vind het hier heel warm. Maar ik dacht, raam open heeft niet zoveel zin. Want ja, de temperatuur buiten is op zich... Ja, prima, maar dan is het binnen koeler. Dus als ik nu de raam open zet, krijg ik de warmte weer naar binnen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Even die nagellak er dus af. Wordt denk ik nog wel een dingetje, want rood is altijd een beetje lastig. Dan ga ik vanavond even Hudson en Rex kijken en misschien even bla bla met schapen. Ik wil eigenlijk ook nog even het spelletje terugkijken, maar dat weet ik niet hoe ver ik kom. Dan ga ik de foto's bewerken, hoop ik het artikel van Catrice even af te krijgen. En dan ga ik de lijn conlooien kijken, dat is de laatste aflevering van dit seizoen. En ik denk nog even kijken of er nog iets op Videoland staat, want Van Spijk is nu afgelopen. En dan ga ik naar bed en hoop ik dat ik iets langer mijn boek kan lezen. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want nu ga ik gewoon eventjes lekker in relax-modus, want ik ben moe en kan de rust nu wel even goed gebruiken. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 14 augustus. Ik ben zo moe, jongens. Ik merk gewoon echt dat de vermoeidheid er heel erg uitkomt. Ik haal even ondertussen wat haren hiervan af. Ik heb mezelf wel klaargemaakt. Maar ik merk wel gewoon dat ik heel vermoeid ben. En dat ik het liefst eigenlijk wil slapen. Omdat ik gewoon merk dat ik gewoon de afgelopen... week zoveel slaaptekort ben gekomen. Ik voel me heel erg verdoofd en leeg. En ja, het is gewoon heel bizar dat je leven weer gewoon door moet draaien na een overlijden, zeg maar. Dat je gewoon je leven weer een beetje op moet pakken. Ik merk het ook aan mijn huid. Ik had nu net ook echt weer een hele flinke puist. Ze hadden mijn tweede in een paar dagen tijd. Je eet ook gewoon anders als afgelopen week. En... Je bent nog zo verdrietig, maar mijn tranen zijn een beetje op, merk ik. Ik merk gewoon dat ik, niet echt meer kan huilen nu. Misschien dat het nog wel weer komt, maar voor nu ben ik echt zo leeg dat het nu ook eventjes leeg voelt. En dat is een beetje gek. Ik ga zo meteen gewoon mijn dingen weer doen in huis, maar... Het is ook met zoveel minder energie als wat ik normaal doe. Ik zie ook dat mijn horloge leeg is nu. Ik heb gewoon niet echt de energie om dingen op te pakken. En ik ga het wel gewoon doen, want ik denk dat dat ook het beste is om weer een beetje in mijn eigen ritme te komen. En deze week ga ik ook het gezonde eten weer wat meer oppakken. En ja, maar je merkt gewoon dat het gewoon best wel een grote impact heeft allemaal. Ik heb gisteravond even naar Hudson en Rex gekeken. Dat was wel een hele mooie uitzending. Nog even bladibla met schapen, dat vond ik op zich wel
Heel grappig om te zien. Ja, dat klinkt een beetje raar, want ik kan niet echt om dingen lachen, maar ze ging het Vlaamse accent, Vlaamse taal ging ze leren en dat was wel leuk. En dan moest ze als Mega Mindy in Plopsaland rondlopen. Dat vond ik op zich wel heel leuk om te zien. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb mijn nagels gedaan, dat is paars geworden. Dat is de Plump It Up van Essence. Dit is nummer 54 voor de mensen die dat interessant vinden. Nou ja, toen wilde ik de laatste aflevering van de Like on Lawyer gaan kijken. Maar Netflix app die doet op mijn televisie heel raar. En ook op de Apple TV, dus dat moest ik uiteindelijk kijken via mijn iPad. Want op de laptop kwam ik er ook niet meer in. Dus ik weet ook niet wat het allemaal weer aan de hand is. Gezeur allemaal. Daarna ben ik met, dus dat was de laatste aflevering. En toen ben ik eventjes gaan kijken naar Lieve Mama. Dat is een op Videoland. Dat is een zesdelige serie. En het is gemaakt naar aanleiding van een boek van Esther Verhoef, geloof ik. Een soort thriller. Op zich was de eerste aflevering wel interessant. Daarna ben ik naar bed gegaan. Ik heb nog een poging gedaan om het boek te lezen. Maar er kwam ook weer weinig uit. Want ik was zo weg. Ik voelde mijn ogen steeds verder dichtzakken. Dus dat heb ik al niet eens meer gedaan. Ik heb gisteren nog even de kwasten gewassen voor jullie van de make-up. Dus dat zal ik jullie even laten zien. Dan ga ik hier even mijn dingetjes doen. Voor zover dat allemaal lukt. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Maar ja, ik merk gewoon dat ik moe ben en op. Maar het komt weer goed. Maakt niet uit. Ik ga gewoon deze week hopelijk weer bijtrekken. Dus tijd om nu maar even wat te gaan doen. Klaar. Het is best wel warm als je bezig bent. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Even kijken hoor. 26, ja, het is ook wel warm inderdaad. Nou ja, goed. Ik heb het in ieder geval voor nu allemaal weer klaar. De douche is schoon. De gang, de bakken. Ik was alleen niet echt vooruit te branden, dat merk ik wel. Het gaat allemaal wel een beetje op een traag tempo. Maar goed, het is voor nu in ieder geval wel weer gelukt. Maar ik vind het gewoon een gek idee, weet je. Vorige week, om deze tijd, wist ik gewoon nog niet eens dat opa overleden was. En het wordt nu dan aankomende nacht een week geleden dat ik het hoorde. Dus dat is allemaal wel gewoon een beetje vreemd. En daar blijf je een beetje aan denken. Katten hebben slecht gegeten ook. Muis zit nu van alles op te eten. Maar Thijs en Mickey hoeft al niet meer. Ik weet ook niet wat die hebben. Misschien komt het door het warme weer. Als ik had geweten dat het zo warm was, had ik de boel lekker dichtgelaten. Maar ja, wist ik niet. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker eten. Ik heb vanavond een hamlapje met gekruide aardappelpartjes en snijboontjes. Vanavond ga ik gewoon weer naar die quiz kijken en de BNB Vol Liefde. Misschien nog even een spelletje doen. En dan ga ik nog even een foto maken. En dan ga ik mijn blogpost schrijven. En dan maak ik het artikel van Catrice misschien eventjes af. Ja, ik moet even kijken met Netflix wat ik kan. Dus via de iPad kijken is gewoon niet heel fijn. Ik ga wel weer verder met Lieve Mama en ik ga proberen mijn boek te lezen. Maar de kans is heel groot dat ik weer heel erg moe ben en daar ook weer niks van komt. Ik ga jullie in ieder geval morgen even zien, want ik ben het voor nu gewoon zat. En ik heb gewoon eigenlijk niet heel veel energie meer om nog een nieuw gesprek te voeren. Omdat ik eventjes in mijn eigen wereldje zit nu. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Goedemiddag. Volgens mij staat nog ingezoomd een beetje, ja. Even kijken welke datum het is. Het is dinsdag, het is 15 augustus. Ja, ik ben klaargemaakt. Ik heb net even een video opgenomen. Die had ik dus afgelopen vrijdag willen opnemen. Maar ja, dat ging dus allemaal niet. Dus dat heb ik nu even gedaan. Dan
ga ik zo meteen, als ik de boel heb stofgezogen en de bakken heb geschept, ga ik de volgende video opnemen voor zaterdag. Zo blijf je weer een beetje bezig. Maar je vraagt je wel steeds af. Vorige week was ik natuurlijk bij mijn opa. Dan vraag je je steeds af, wat deed ik ook weer vorige week rond dit tijdstip? Oh ja, toen was dit, toen was dat. Je blijft er wel steeds bij stilstaan. Dat is allemaal wel een beetje gek, zeg maar. Dat je gewoon heel erg bezig bent met... dat alles nog maar een week geleden is. Ik zat straks ook even wat foto's te kijken. En ja, toen werd ik ook gewoon echt weer verdrietig. Dat ik denk van... Het is gewoon raar dat je eigen leven ook wel weer doorgaat of zo. Dat je toch weer je dingen een beetje oppakt. En ik weet ook, dat was ook iets wat opa wel gewild zou hebben. Maar het blijft toch wel raar hoor, om verder te gaan terwijl hij er niet meer is. Maar ja, het is helaas wel iets wat erbij hoort. Ik heb gisteravond het quizje gekeken. Ik was blij, er zat nu reclame in. Dus daar hadden ze aan gewerkt. Dat was fijn. Dan kon ik in de reclame mijn koffie maken. Na de BNB Vol Liefde, er kwamen ook weer allemaal bijzondere mensen binnen. Nou ja, VI begon gisteravond weer, daar heb ik nog een stukje van gezien. Ik heb even een game gedaan en toen ben ik een blogpost gaan schrijven. Heb ik het artikel van Catrice afgemaakt. Klein stukje begonnen met het artikel voor Essence Al. Toen ben ik onder vuur gaan kijken. Ik kon nu weer kijken via de laptop, dus die kon ik op de tv aansluiten. Dus dat was wel fijn. Was ook wel gelijk heel pittig. Dat eindigde heel pittig. Dus dan ben je ook wel benieuwd hoe dat weer verder gaat. En daarna heb ik weer Lieve Mama gekeken. Wat ook wel steeds heftiger wordt. En ik heb mijn boek gelezen. En nu kwam ik eindelijk weer wat verder met lezen. Omdat ik merkte dat misschien de vermoeidheid nu wat langzamerhand begint te zakken. Maar voor mij heeft het altijd een beetje een lange nasleep. Ik ga nu eerst zo video opnemen. Dan ga ik jullie straks nog eventjes meenemen met Diamond Painting. Maar... ik moet straks ook even een aspirine nemen, want ik heb echt onwijze hoofdpijn. Maar dat is voor nu in ieder geval eventjes de planning. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang. Dan neem ik jullie straks nog even mee met Diamond Painting. De video opgenomen. Ik denk dat het wel redelijk gelukt is, althans dat hoop ik. Merk wel dat ik er nog niet helemaal bij ben met mijn hoofd soms. Maar ik heb in ieder geval het weer geprobeerd. Eventjes Diamond Painting gedaan, was ook wel fijn. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Ik heb mijn haar eventjes opgestoken, want ik heb het zo warm gekregen. Ik vind het zo vies benauwd. Ik weet ook niet hoeveel graden het is, maar omdat het eigenlijk bewolkt is buiten, merk je het minder. Ja, 23 graden. Ja, ik heb jullie in ieder geval wel geprobeerd deze week mee te nemen. En het kan zijn dat je misschien dingen denkt van waarom heb je bepaalde dingen gedaan. Bijvoorbeeld naar een IKEA gaan of wat dan ook. Maar wat ik al vertelde, ik denk dat afleiding ook wel een beetje goed was. Al was het niet de allerbeste keuze. Maar ja, dat wist ik van tevoren niet. Ja, ik vond het ook wel lastig. Ik heb ook echt getwijfeld. Moet ik deze vlog doortrekken tot vandaag? Of moet ik er eerder mee stoppen? Maar ik merkte ook wel dat ik behoefte had om met de camera te praten, zeg maar. Omdat dat zo'n gewoonte is voor mij dat ik eigenlijk met die camera praat. En ja, ik merk ook wel dat het een soort uitlaatklep is dan. Ja, ik vond het wel lastig, zeg maar, het vloggen deze week. Maar ja, ik wil dat ergens ook niet opgeven en het toch wel doortrekken. En ja, het is niet omdat je me niet meer hebt zien huilen de laatste dagen dat ik geen verdriet heb. Want dat doet nog steeds super veel pijn. Ik ben nog steeds super verdrietig. Maar wat ik gisteren ook zei, ik heb het gevoel dat mijn tranen eventjes een beetje op zijn. En ik krijg nog zat momenten dat ik denk, oh ja, shit, dit...
Ja, we moeten nu de mooie herinneringen koesteren. En wat ik ook gewoon super gaaf vond, is mijn opa die zat gewoon op YouTube. Die was ingelogd op zijn eigen naam en die had een YouTube-account en die zat te YouTuben. Maar als je dat op je 89ste doet, ja 89ste, nee 88ste, zelfs 89ste heeft het niet meer gedaan, denk ik. Maar dan, dat is toch wel heel, heel gaaf, denk ik dan, dat je een opa had waarvan je kon zeggen, ja, maar hij zit op YouTube. Ja, vond ik altijd super tof en dat maakte het voor ons ook makkelijk om bijvoorbeeld muziek uit te kiezen die we met de dienst gedraaid hebben, omdat we in zijn afspeellijst konden kijken wat hij had beluisterd en wat hij mooi vond. Maar goed, ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond is het eigenlijk een beetje de basisdingen. Spelletje. B&B vol liefde. Ik denk even gamen. En ja, dat wordt het ook wel. Dan ga ik de vlog in elkaar zetten. Mijn foto's bewerken. En onder vuur kijken. En weer lieve mama. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik ga deze vlog opdragen aan opa. Omdat hij dat verdient. En ja, ik hoop gewoon ergens dat hij misschien toekijkt en dat hij weet dat hij nooit vergeten wordt. En dat hij misschien ook wel een soort van trots heeft hoe we alles hebben gedaan de afgelopen week. En ja, dat hoop ik ergens gewoon. Maar goed, deze vlog wordt in ieder geval opgedragen aan opa. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop toch dat je het even goed leuk vond om te zien, ondanks de nare gebeurtenissen. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze vlog leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!